De nachtzoen. In slaap vallen betekent verdwijnen, vermoedt deze filosoof en winnaar van de Socratesbeker. Om bang van te worden, of juist een geruststelling. En waar ga je dan naartoe? Een nachtzoen van Marjan Slob. Marjan, jij hebt net de Socratesbeker gewonnen met het boek Hersenbeest. Je bent filosoof. Gefeliciteerd met de prijs. Dank je. Fantastisch. En leuk dat we nu jouw nachtzoen dan krijgen. Waar ligt jouw passie? Van jongs af aan wilde ik al snappen wat mensen nou eigenlijk op de wereld zijn. En hoe je jezelf kan begrijpen als je hier in de wereld bent. Dus het is eigenlijk een groot mysterie, hè, dat je hier rondloopt op de wereld en over jezelf na kan denken. Over jezelf en over de wereld, je plek daarin. Ja. En soms voelt het heel prettig en soms voelt het juist heel vreemd. En je hebt het idee dat mensen daarin bijzonder zijn. Dat het voor dieren ziet het er veel vanzelfsprekender uit. En voor ons is het op een of andere manier altijd een soort vraag van wat is nou eigenlijk mijn plek in de wereld? Van waarom zijn mensen op de wereld? Waarom denken we over onszelf na? En waarom kan het zo vreemd voelen? Waarom kan het zo fijn voelen? Waar is dat allemaal voor? Ben je er al achter? Nee, integendeel, joh. Ik ben nog steeds bezig met die vraag. En dat is eigenlijk ook de reden geweest dat ik dat boek heb geschreven. Want een hele sterke stem nu op dit moment in het nadenken over die vraag eigenlijk, tenminste zo zie ik dat, dat zijn de hersenwetenschappen. En die komen met een groot verhaal over wat mensen zijn in de wereld en hoe ze zichzelf begrijpen en hoe ze zichzelf bijsturen. En dat is te verklaren door hoe onze hersenen in elkaar zitten en werken. Dan moet je eigenlijk het idee van hersenwetenschappen is: hersenen zijn een soort poort om dat te begrijpen. Om dus echt begrip te krijgen van wie mensen nou zijn en wat mensen zijn. En hoe we ons verhouden tot de rest van de wereld. En dat vind ik heel interessant. En ook dat brengt me ook veel, hoor. Dus ik heb veel hersenwetenschappers gesproken. En ik heb dat gecombineerd met allerlei filosofische inzichten. En geschreven over dingen als bewustzijn en het zelf en vrije wil. Mm-hmm. Hoe kan het nou dat we, weet je, dat we niet alleen maar een soort plant zijn waar dingen mee gebeuren, maar dat je ook het gevoel hebt dat je zelf dingen doet en dat je zelf beslissingen neemt. Weet je, de meeste mensen die leven in een soort innerlijke intimiteit waar je eigenlijk maar heel moeilijk woorden aan kan geven vaak. Dus het grootste deel van de dag ben je daar gewoon alleen met jezelf. Dingen aan het voelen, dingen aan het denken, waarvan je niet weet of het waar is of niet waar. En juist lekker Marjan aan het zijn. Ja, of niet zo lekker Marjan aan het zijn, maar in ieder geval Marjan aan het zijn. En je weet niet of dat waar is of niet waar. En dat lijkt ook de verkeerde vraag. Het is gewoon zo. Maar wetenschap wil weten of iets waar is. En die krijgt achter dat soort dingen, achter die fenomenen, achter verbeeldingen en impressies, krijgt hij niet zo goed de vinger. En terwijl dat toch, in ieder geval in mijn leven, en ik denk dat ik daar helemaal niet uniek in ben, eigenlijk mijn hele leven vult. Kun je Marjan ook wel eens even loslaten? Ja, weet je wanneer ik dat doe? Vertel. Als ik slaap. Want dan val ik weg. Dan raak ik een soort van bewusteloos. Mijn hele besef van zelf valt weg. Dat klinkt echt doodeng. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ja, soms dan droom je, dan ben je er wel weer even. Zegt dat dan weer heel veel over mij? Nou, jij bent niet weg. Je zelfbesef is weg. Dat is echt wat anders. Je bent nog steeds als lichaam, als wezen aanwezig op de aarde. Maar ik ben ook een tijd slapeloos geweest. En eigenlijk vond ik het heel, nou, eng is misschien niet het goede woord, maar heel benauwend dat het zelf er altijd was. Altijd maar ik. En nooit even verlost zijn van ik. Omdat het maar duurde en duurde, ik vond het echt heel naar, dacht ik ook, wat fijn eigenlijk dat er in een gezond leven, dat je af en toe wegvalt. Dus dat je naar bed gaat, jezelf valt weg, je bewustzijn valt weg. En wat een bevrijding dat eigenlijk is. Dat is niet eng, dat is een gift. En je staat 's morgens weer op, je komt je bed uit, je hebt jezelf weer, je hebt je bewustzijn weer. En dat is prachtig. Eigenlijk ben je opnieuw geboren. Het zelf komt weer tot je. Als je het zo brengt, dan kan ik niet wachten om zo Het is helemaal niet eng. Dat is geweldig. En ook een enorme vertrouwen wat eruit spreekt. Hè? Als je daarbij stilstaat van, nu ga ik een proces in. Ik kruip in mijn bed en ik ga een proces in waarin ik wegval. Waarin ik wegval, waarin ik me niet meer bewust ben. Dat je dat durft, inderdaad. En dat je dan opstaat en het is er gewoon weer en je bent ook weer fris en je kunt het eigenlijk weer waarderen. Een groot vertrouwen, een grote levenslust is dat. En
Ik zou alle mensen die het soms eng vinden om te gaan slapen, toewensen dat ze het zo kunnen ervaren. En dat ze ervan kunnen genieten dat hun lichaam strakjes weer wakker gaat worden. En dat je er dan ook weer bent.